Hallo lieve mensen, daar ben ik weer. Waar was ik dan? Ik was in een put, ik was in de shit, ik voelde me net aan Mars. Daar was ik. Maar, ik ben eruit. Niet helemaal hoor, dat is niet helemaal waar. Oké, whatever. Ik ben er omdat ik geloof dat juist wanneer je je down voelt en als een Mars voelt, dat je juist op dat moment de juiste woorden kan vinden om anderen te inspireren. Want dan ben je het puurst, dan ben je het roos, dan stink je en dan ruiken ze je en dan hebben ze door dat jij daar bent. Dus hier ben ik. Acceptatie. Daar ging het om. Daarom voelde ik me als een Mars. Jezelf accepteren is een grote uitdaging. En ik zeg niet dat het makkelijk zal zijn of is, maar het is het wel waard. Want waar ik denk tijdens oefeningen van ja, mensen, studenten, dit punt en dat punt en ik accepteer mezelf en ik voel hoe het in me groeit. Tot de dag dat iemand je niet accepteert en je doorhebt van shit, het betekent wel veel voor me wat mensen van me denken. En precies daar moet je stoppen. Wat? Mensen zullen altijd wat te zeggen hebben over je. Wat te denken hebben over je, wat te voelen hebben over je. Maar de belangrijkste persoon, dat ben jij. Wat voel je over jezelf? Wat denk je over jezelf? En die waarde moet je zo hoog, dan moet ik aan de kant zeggen, zo hoog leggen, dat niemand daaraan kan komen. En guess what? Surprise! Het zit in jou. Het zit in jou. Bradanangasa. In je. Geloof je me? Ik geloof mezelf wel. Je bent geschapen met een kracht om te bloeien, om te groeien en het mooiste van alles om zonder twijfels jezelf te accepteren. Precies zoals je bent. There's room for improvement, don't get me wrong. Daarom zei ik in het begin, bloeien en groeien. Vecht niet met jezelf. Vecht ook niet met anderen. Die je niet accepteren. Leef in vrede met wie je bent, met hoe je bent. En ga van dat punt uit. Ook al stotter je soms, zoals ik zo net. Van dat punt uit ga je verder. Naar een leven vol succes en liefde. Het zit in jou. Onthoud dat goed, hè? Oké, dan ga ik weer. Huilen op mijn bed. Grapje! Doei!